geen snelle resultaten verwacht, maar de eerste geluiden naar vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zijn positief. Rusland heeft beloofd om de militaire inzet rond Kiev flink te verminderen. Correspondent Misha van Diepen is hier om ons bij te praten. Misha, de Russische onderhandelaar Medinsky die noemde de gesprekken heel constructief. Misschien een beetje verrassend, maar hoe moeten we dit zien? Is dit positief nieuws of niet? Wat Rusland heeft aangekondigd, een terugtrekking of vermindering van de troepen rond Kiev en nog een provincie daarnaast, Chernihiv. Dat is eigenlijk het feitelijk maken wat al het geval was, namelijk ze leden daar enorme verliezen. Dus nu in deze onderhandelingen bieden ze eigenlijk een soort van handreiking. Door te zeggen van we gaan daar weg, terwijl ze daar al enorm op een donder hadden gekregen en terug werden gedwongen door Oekraïne. Dus van de Oekraïnse kant wordt dit bod niet heel erg serieus genomen. Zelensky, Oekraïne op hun beurt, die hebben weer gezegd van nou dat NAVO-lidmaatschap dat hoeft van ons niet zozeer meer. Die hebben natuurlijk de afgelopen maand al gezien wat dat betekent, de NAVO voor Oekraïne. Dat ze er alleen voor staan. Dus bepaalde dingen die feitelijk al zo waren, die worden nu uitgesproken. Maar er zijn nog heel veel andere dingen, bijvoorbeeld over de status van de Krim, over de Donbass, waar de partijen mijlenver uit elkaar staan. Ja, want wat wil Rusland dan bijvoorbeeld echt heel specifiek? Het begon natuurlijk met die befaamde toespraak over de denazificatie van Oekraïne. Daar werd dan onder verstaan dat ook de macht in Kiev zou moeten wisselen. Dus dat Zelensky ofwel omgelegd moest worden ofwel zelf af moest treden. Poetin heeft natuurlijk gezien dat niet zo snel is gegaan als hij had gewild. Wat van die doelen, daar lijken ze op terug te treden. Ja, denazificatie was natuurlijk al een raar begrip en onduidelijk wat ze daarmee wilden. De neutraliteit van Oekraïne bijvoorbeeld wel bereikt kan worden, dan zou Rusland dat kunnen presenteren als een overwinning. Maar het blijft toch raar als je een oorlog begint die eigenlijk bedoeld is om een land volledig te vernietigen. Dan blijft het raar dat Rusland hier weg zou lopen met een kleine winst ergens in het oosten van het land. En een statusverandering van de Krim, dat blijft ongeloofwaardig. Dus ik zou niet al te veel waarde hechten aan dit soort uitspraken van de Russische onderhandelaars. Ja, maar is het dan een soort positieve vibe die over die onderhandelingen hangt? Of is een echte wapenstilstand nog heel ver weg? Dat hangt vooral van Rusland af. Het kan zijn dat Rusland wil toewerken naar een soort van het afronden van deze operatie. Realistisch te zijn. Het lukt ons niet. En bijvoorbeeld richting overwinningsdag 9 mei. Daar wordt de overwinning in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er wordt wel gezegd van misschien willen ze op die dag iets kunnen presenteren. Bijvoorbeeld de zogenaamde bevrijding van de Donbass, dat gebied in Oost-Oekraïne. Alleen in dat geval zie ik iets voor me dat de gevechtshandelingen stoppen. Omdat van de Oekraïnse kant, die pikken niks. Die willen geen vierkante meter territorium weggeven. Niet de Krim en de Donbass, die al 8 jaar feitelijk buiten Oekraïnse handen zijn. Laat staan dat ze nog andere gebiedverliezen op papier zullen zetten. Bijvoorbeeld die gebieden langs de Zwarte Zee. Of de verdere gebieden in de Donbass, Mariupol, die nu veroverd dreigen te worden door Rusland. Dus het moet vooral van Russische kant komen. Als die stoppen met vechten, dan is er hoop. Oekraïne gaat toch, denk ik, niet stoppen met vechten. Als ik de stemming op straat in Oekraïne een beetje goed heb gevoeld de afgelopen weken. Ja, ander nieuws over de onderhandelingen, althans de vorige onderhandelingen. Volgens de Wall Street Journal zijn er bij eerdere gesprekken 3 mensen vergiftigd, waaronder die bekende oligarch Roman Abramovich en ook nog 2 mensen van de Oekraïnse delegatie. Nou weten we dat Rusland en gif, dat wel vaker voorkomt. Wat weet jij hierover? Ja, Rusland en gif die gaan natuurlijk heel goed samen. Rusland en het Kremlin, de veiligheidsdiensten hebben een geschiedenis van het vergiftigen van vijanden in het buitenland, met name, maar ook in het binnenland. Navalny op dat vliegtuig. Hier zou Abramovich, dus de Russische oligarch, die ook op verzoek van de Oekraïnse kant ingezet zou zijn als een soort van tussenpersoon, en 2 Oekraïnse onderhandelaars. Die zouden lichte vergiftigingsverschijnselen hebben gehad na een ontmoeting in Kiev. En volgens die berichtgeving zouden Russische hardliners, dus mensen uit het regime die niet willen dat het tot vredesonderhandelingen komt,
die zouden daarachter hebben gezeten. Nou, dan is het nog steeds raar dat dat in Kiev die vergiftiging zou hebben plaatsgevonden. Het blijft bij berichtgeving van Bellingcat en de Wall Street Journal. Nou, Bellingcat die heeft een goede geschiedenis op onderzoek op dit vlak. Hiermee zouden ze de Russen dus een signaal hebben willen afgeven aan iemand zoals Abramovich, die zich dan in het midden van de twee partijen wil plaatsen, van nou, blijf hier maar vooral buiten. Ja, er wordt overigens wel, de onderhandelaars die worden wel gewaarschuwd nu om vooral niet te eten en te drinken, hè, tijdens die lopende onderhandelingen. Ja, dat lijkt me vooral een goeie. Ik heb wel eens in een vliegtuig, toen ik begon aan mijn post in Moskou, toen werd mij het eten aangeboden. En na dat hele Navalny-verhaal heb ik dat ook gewoon afgeslagen. Dus het is misschien soms een beetje paniekstemming. Maar ja, op dit niveau lijkt me dat zeer verstandig. En eigenlijk regel nummer 1, neem niks aan van de vijand. Nou waren die eerste onderhandelingen begin maart waren in de buurt van Belarus, in Wit-Rusland. Dus ja, dat is natuurlijk wel erg verdacht gebied. Nu vindt het plaats in Turkije, wat meer neutraal gebied. Maar ja, alles is nog steeds mogelijk. Dus het lijkt me goed om geen chocolaatjes en vodka van de Russen aan te nemen. Hey Misha, tot slot. We hebben een situatie. Rusland wilde het land veroveren. Het is niet gelukt. Die trekken zich op meerdere gebieden terug. Oekraïne die ruikt natuurlijk dat zij een morele en een militaire overwinning kunnen gaan halen, dan krijg je natuurlijk ontzettend ingewikkelde onderhandelingen. Oekraïne moet territorium opgeven. Rusland moet er met een overwinning, toch met een beetje overwinning wegkomen. Dit is echt een duivels dilemma, dit. Ja, Rusland zou in principe een winst kunnen presenteren aan het thuisfront door bijvoorbeeld die separatistenrepublieken in de Donbass, in Oost-Oekraïne, ook erkend te kunnen krijgen door Oekraïne zelf, of de annexatie van de Krim die in 2014 heeft plaatsgevonden. Rusland kan wel een overwinning presenteren als het op dat vlak neerkomt. Maar de Oekraïnse insteek hier is al voor Poetins inval geweest. Wij geven geen enkele vierkante meter grondgebied weg. Nu kan Zelensky misschien wel denken van nou, daarmee red ik wel mensenlevens als ik dat nu doe. Maar hij heeft ook gezegd van ik leg alle resultaten van deze onderhandelingen voor in een referendum aan mijn bevolking. En het is maar de vraag of meer dan 50% van de Oekraïners zal instemmen met het weggeven van de Krim en landsdelen in Oost-Oekraïne. Dus daar lijkt toch echt een padstelling te ontstaan. En dan kan het uitlopen op een frontlinieoorlog waar in principe de bezette delen wel duidelijk zijn. Dat er over en weer wordt geschoten. Eigenlijk die situatie die we al 8 jaar lang in de Donbass hebben gehad, maar nu op een grotere schaal. Misha van Diepen, correspondent in Rusland. Dankjewel.